Ik wil beginnen met een vonkverhaal. 10 jaar geleden liep Tigay in een verwaarloosde wijk en hij zag daar armoede, alcoholverslaving, werkloosheid, ontheemde gezinnen en hij dacht ik doe daar wat aan. En hij ging met een toeter rondlopen en hij liep jongeren op zich bij hem aan te sluiten en hij zette Freedom Extravaganza op. Dat werd een theatergroep in Durban, Zuid-Afrika. En hij wist mensen te beroeren, te raken met zijn hart, met zijn passie voor een betere samenleving. Tigay is veel te jong gestorven, 3 weken geleden, aan TBC. Maar hij is wel degene die ik voor ogen had toen ik dacht van, wat is een vonkvoorbeeld? Tigay is iemand die 10 jaar van zijn leven heeft gespendeerd om zijn wijk te verbeteren. En ik draag postuum mijn boek Vonk ook aan hem op. Want wat is vonk? Voor mij is vonk iemand, een enkeling, die zich inzet voor de samenleving, die een probleem ziet, die ziet wat hij wil creëren en dat begint. En vanuit die inspiratie anderen gaat inspireren. En de meeste van de mensen die hier staan, dat zijn zulke inspirators, dat zijn mensen die werken aan een betere samenleving en daar ook in geloven. En sinds 20 jaar werk ik op het vakgebied van fondsenwerving en ben er een tijdje uitgegaan. Maar in die 20 jaar is ook eigenlijk wel heel veel veranderd en er is ook heel veel hetzelfde gebleven. In 1993 startte de eerste opleiding fondsenwerving in Nederland waar ik de cursusleider van was. Er zijn hier een aantal oud-cursisten, misschien leuk om even te laten zien wie aan de cursus heeft deelgenomen. Ik pleit ervoor dat we terug moeten naar die vonk, naar de passie om echt iets te verbeteren voor de samenleving. Soms denk ik, we hebben het samen ook wel eens over gehad, dat fondsenwerving misschien wel mede door de cursus van mij wat technisch is geworden. Dat er heel veel techniek is gekomen in die fondsenwerving, terwijl het uiteindelijk over gaat dat je mensen bindt aan jouw initiatief. Mensen van vlees en bloed, als het ware. En als je kijkt naar de ontwikkeling van het particulier initiatief, dat is eigenlijk ontstaan in de 18e en 19e eeuw, dan zie je dat er in die eerste periode vooral veel giften werden geworven voor armoede. Kunstinstellingen ontstonden met giften, concertgebouw is daar een voorbeeld van. En eigenlijk na de jaren 50 ontstond de verzorgingsstaat en kregen veel non-profit instellingen ook subsidies. En daar wordt trouwens ook met veel detail tegenwoordig over gesproken. Dus de non-profit sector is subsidieslurper, wordt er wel eens gezegd. En ik wil daar me van afkeren, want dat is niet zo. Ik denk dat die non-profit sector enorm veel goeds heeft gebracht aan de Nederlandse samenleving. Kinderen aan het sporten gekregen, mooie theaterproducties gemaakt, natuurgebieden behouden, noem maar op, ze staan ook allemaal in mijn boek. En ik denk dat de non-profit sector vandaag moet zeggen, wij noemen ons geen non-profit sector meer. In mijn boek noem ik het, wij zijn maatschappelijke winstorganisaties. Wij boeken winst voor de samenleving en dat doen we omdat we bevlogen zijn voor die samenleving. De meerwaarde van de non-profit sector komt niet voort uit het woord non-profit, want dat zegt eigenlijk niks. We zijn non-profit, nee, we zijn voor maatschappelijke winst. En daarvoor moeten we ook ons goed laten afrekenen op de impact die we bereiken. En wat ik in mijn boek zeg, we moeten ook veel meer samenwerken erin. We moeten nadenken hoe wij goede activiteiten weten te organiseren, waarmee we mensen bereiken die daar ook behoefte aan hebben. In mijn boek heb ik heel veel nieuwe voorbeelden gevonden en ik wil een paar noemen. Want die meer maatschappelijke winstorganisaties zijn ook niet meer de traditionele non-profit organisaties. Dat zijn ook social enterprises als specialisterren die autistische mensen die hoogbegaafd zijn aan het werk brengen. En daarmee ontzettend veel mensen gelukkig maken die gewoon kunnen werken terwijl ze anders thuis zouden zitten. En dat is ook een organisatie die een maatschappelijk doel heeft, maar ook winst nastreeft. Andere organisaties zijn bijvoorbeeld online, de 1% Club hier aanwezig is er een van. Die ook heel goed werk doet, Red en Kaas, een heel klein particulier initiatief. En op online ontstaan heel veel mensen eigenlijk uit een soort kleine bevlogenheid. Beginnen ze met mooie, kleine, lokale initiatieven en weten daar mensen voor te mobiliseren. Dan hebben we ook nog in het bedrijfsleven zelf heel veel ontwikkelingen. Maatschappelijk ondernemen begint langzamerhand toch echt wel doorgevoerd te raken. En het is goed dat ook in het nieuwe beleidsnota van de minister aangegeven wordt dat er eigenlijk alleen maar bedrijven en maatschappelijke ondernemers zouden moeten zijn als u ze meeneemt op handelsreis. Kortom, er zijn zoveel nieuwe voorbeelden en samenwerkingsvormen en initiatieven dat ik dat allemaal in beeld heb willen brengen in mijn boek. En daarmee wil ik dus betogen, de non-profit sector schaffen we af. We noemen onszelf maatschappelijke winstorganisaties. En minister Ploemen, dat is wel aardig, schrijft ook in haar plan, eigenlijk verwijst ze ook naar deze ontwikkeling. Wij gaan op een andere manier samenwerken met partners.
in lijn met het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken over de wisselwerking tussen actoren in internationale samenwerking, constateren wij dat de traditionele indeling in kanalen, bilateraal, multilateraal, maatschappelijke organisaties en bedrijven, steeds minder relevant wordt in deze tijd. Samenwerkingsvormen worden meer hybride. En ik geloof daar dus ook heel erg in dat er de komende jaren, tientallen jaren, we gezamenlijk, zonder scheidslijn tussen bedrijfsleven en non-profit sector en overheid, gezamenlijk complexe problemen moeten aanpakken met elkaar. En in mijn boek heb ik daar een aantal modellen voor gemaakt. Die kunt u allemaal lezen en die zal ik later ook horen in de workshops die ik ga verzorgen. Maar waar het ook om gaat is dat je, als je een activiteit onderneemt, dat niet alleen doet, maar altijd samen met de mensen om wie het gaat. Of het nou Marokkaanse jongeren zijn of jeugdzorggezinnen die aandacht nodig hebben. Maar doe het ook samen met de mensen voor wie je werkt en samen met de partners, sponsors, financiers en dergelijke. En dat heet natuurlijk tegenwoordig co-creatie. Maar dat vergt ook vooral veel procesvaardigheden. En in mijn boek heb ik heel veel aandacht besteed ook aan hoe je komt tot goede ideeën en hoe je ook echt samenwerkt. Tot slot is het dus eigenlijk een inspiratie- en doelboek geworden. Blader er doorheen, doe ideeën op, maar het geeft je ook structuur om iets aan te pakken. Het leuke is dat ik eigenlijk uit mijn hele leven voorbeelden heb verzameld. Te beginnen met de allereerste cursist uit de cursus fondsenwerving die ik niet meer wist te bereiken via Google, maar zij heeft ooit voor een nieuw unicum de campagne Gooi het geld in het water gegooid en dat wist ik nog te onthouden. En daarmee wist zij een zwembad te realiseren 20 jaar voor mensen die in revalidatieoord werkzaam waren. Tot en met een heel nieuw voorbeeld Red en Kaas. Dames en heren, ik ga nu naar het uitreikmoment. Wat ik namelijk niet heb verteld over de cursus, is dat ik in 1992 marktonderzoek heb gedaan. En toen heb ik onderzocht of er wel behoefte was aan een opleiding fondsenwerving. En een van de eerste mensen die mij terugschreef een enquête invulde, met een paarse pen herinner ik me nog. Het is toch jouw, nou ja, goed, ik ga het niet over politiek hebben. Maar het paarse jaren, Het waren paarse jaren. Schreef zij heel enthousiast in die enquête van, nou je moet ook eens in Engeland en Amerika gaan kijken, want daar gebeurt zo en veel. Dus dat zijn we ook gaan doen. En toen zijn we eigenlijk kennis uit Nederland, uit Engeland en Amerika gaan halen op basis van jouw suggesties. Later zijn we gaan samenwerken bij Mama Cash en ik vond jou toen een echt vonkvoorbeeld. Enthousiasmerend, inspirerend en je wist ook Mama Cash met veel verf op de kaart te zetten. Ik ben ook heel blij dat vrouwenrecht ook nu nog een thema is in het beleid. Ik denk ook heel erg terecht als je kijkt naar de mondiale problematiek. En daarnaast zijn we ook cursussen fondsenwerving gaan geven. En we begonnen altijd met de vraag, hoe ga je eigenlijk zelf met geld om? We zouden hem eigenlijk zo weer kunnen geven, denk ik. En dan vertelde Lilian dat ze van afkomstig was van een melkboer. En ik vertelde dat ik afkomstig was uit een hoogleraarsgezin en hoe dat dan werkte en dat we geld weggaven. En dat was eigenlijk ook het begin van de vonk-estafette die ik zo meteen introduceer. Dus ik vind het heel bijzonder dat ik nu jou als minister het boek mag geven. Er staan ook echt een aantal ideeën, denk ik, uit die workshops in verwerkt. En ik hoop misschien dat je er zelf ook een beetje inspiratie uit opdoet. En dat de sector waar jij nu voor staat, daar enorm van kan profiteren. En daar is het boek voor bedoeld. Het is eigenlijk echt voor en door de sector en met heel veel ideeën vanuit de sector. Dus bij deze ga ik het vondmoment uitreiken. Voor de fotograaf vooral. Jij weet het wel, hè? Nou, dat is voldoende gevonden. Ja hoor. Ja. Dankjewel. Mag ik hem houden? Het tweede is dat we de vonk-estafette starten. Zometeen zal ik daar iets meer over vertellen. Maar als symbolisch ook cadeau geef ik hierbij de vonk als voorbeeld voor de hele sector. Dankjewel. Gefeliciteerd met het boek. Ik denk dat er zijn natuurlijk allerlei boeken over fondswerving. Ja, over allerlei onderwerpen zijn er boeken. Ik kan me herinneren dat ik zelfs van je vader toch ook wel 5 van die 20 boeken heb doorgebladerd. Ook over die onderwerpen waren er meer boeken. Dat is geen reden om het ultieme boek niet te willen schrijven. En ik denk dat Petra een boek heeft gemaakt dat heel inspirerend is, dat past in deze tijd, dat ook past bij de behoeften die mensen zoals wij, zoals we hier staan, hebben als het gaat over van, goh,
wat weet ik nou over fondsenwerving, hoe kan ik het nou anders aanpakken, hoe doe ik het nu anders dan 20 jaar geleden. En in die zin vond ik ook, ik ga niet alles herhalen wat je zei, maar ik was het er erg mee eens, is het ook zeer een doeboek. Maar wel een doeboek dat zijn bewijs in de praktijk al heeft geleverd. Want het is opgebouwd uit succesvolle voorbeelden of dingen die nou net niet zo goed liepen van eigenlijk ja, u allemaal. Dus het ultieme boek denk ik voor deze tijd. En in deze tijd zo belangrijk omdat, Petra zei het al, maar je oude vormen en gedachten zijn aan het verdwijnen. Al langer bestaande samenwerkingsvormen veranderen. Wie ooit degene was met wie je nooit samen zou willen optrekken, is nu je beste vriend geworden. En al die hybride, met het officiële woord spreek, al die hybride samenwerkingsvormen, die vragen ook om wel een beetje een nieuwe manier van werken. En die staan hier ook in. Ik vind die nieuwe vormen van samenwerking enorm belangrijk, omdat al die schotten die er tussen private sector en publieke sector en not-for-profit of hoe je het ook wil noemen, voor organisaties die maatschappelijke winst bereiken, veel adequatere benaming, al die schotten die daartussen staan, die moesten hoog nodig worden afgebroken. Ik vind het ook belangrijk dat maatschappelijke organisaties horen in de maatschappij die ze willen bedienen. Dus dat betekent dat je niet alleen maar rekenschap geeft van wat je wil en wat je doet en hoe je je middelen besteedt in allerlei formele beleidskaders richting de overheid, maar dat je het vooral, dat je je verantwoordt ten opzichte van de mensen voor en met je, wie je doet. En dat staat denk ik allemaal heel goed beschreven in dat boek. Onze samenwerking was heel bijzonder en dateert inderdaad van al heel erg lang. Wij gaven cursussen fondswerving en een van de belangrijke dingen die we daarin vertelden. En de tweede is, wij gaven vooral fondswervingscursussen aan vrouwenorganisaties. En nou hebben vrouwen, ik generaliseer hier, de neiging om nogal bescheiden te zijn. Bescheiden over wat ze zelf kunnen. Dus als de begroting, als alles opgeteld was en het kwam op, laten we zeggen, 1750 gulden in die tijd uit. Dan was de eerste reactie vaak van kleine vrouwen, die zegt, ja, maar dat is veel te veel geld. Ze halen hier wat af en we halen daar wat af. Dus wij leerden ze, je moet in ieder geval een realistische begroting maken. En wat je niet vraagt, dat krijg je nooit. Nou, dat was les 1. En les 2 was dat je, dat waren 3 lessen, wat je zelf niet doet, kun je ook niet van een ander vragen. Dus als je een initiatief opzet en je vindt het een mooi initiatief, en dat vind ik dus steeds, is dat, dan moet je daar zelf ook financieel aan bijdragen. Tuurlijk, je tijd is belangrijk en je scherpzinnigheid en je betrokkenheid, maar je moet ook gewoon zelf, als je aan mij 10 euro vraagt, wil ik toch eigenlijk ook wel weten of jij het zelf waard vond om dat 10 euro aan te geven. En het derde wat we leerden, dat hoorde daarbij, was dat je vrijmoedig over geld moet praten. En dat lijkt nu, geloof ik, wel redelijk ingeburgerd, maar dat was het toen helemaal niet. Dus inderdaad, we vertelden over onze eigen achtergrond. We vertelden ook hoeveel we verdienden. Dat is ook nog eens een interessant onderwerp, dat vrouwen ook vaak niet met elkaar deelden. Dus we zeiden, we waren heel duidelijk in dat als je iets goeds wilt doen, als je een goed idee hebt, dan hoort daarbij dat je nadenkt over hoe je dat idee financiert. En dan hoort daarbij dat je durft te vragen, best ingewikkeld om aan jou te vragen, kom maar op 100 euro. Veel gemakkelijker om een briefje te schrijven aan 100 mensen. Maar zo vragen is best moeilijk. Nou, dus het ging ook heel erg over je schroom overwinnen. We hadden heel veel mensen met hele goede ideeën, maar heel veel schroom om die ideeën aan de man en de vrouw te brengen. Nou, dat zie ik, die gedachte, die vrijmoedigheid, zie ik heel erg terug in dat boek. En los van alle praktische lessen is dat volgens mij het allerbelangrijkste. Natuurlijk geloof in je eigen ideeën, fijn, dat weten jullie allemaal. Maar wees, durf ook vrijpostig te zijn in het benaderen van mensen. Durf vrijpostig te zijn als het gaat over elk goed idee heeft geld nodig. Sociale verandering heeft geld nodig. En het boek helpt je volgens mij om, als je eenmaal vrijpostig hebt durft te zijn, om dat ook nog met een zekere professionaliteit te doen en daardoor je slagingskans alleen maar te vergroten. Dus Petra, zeer bedankt daarvoor. Mijn exemplaar heb ik dus inderdaad, ga ik vanavond weggeven, dit ga ik houden. Ik wens je heel veel succes, niet alleen wat betreft de aantallen boeken die je moet gaan verkopen, maar vooral succes bij het
nou ja, overbrengen van die gedachte dat je een vonk nodig hebt om een vuurtje te ontsteken en om met elkaar iets tot stand te brengen waar je in gelooft. Dus dank je wel daarvoor. Okay.